Het nu volgende programma voldoet niet aan het keurmerk kwaliteitsjournalistiek. Een keurmerk voor nieuwsprogramma's bij de publieke omroep. Als het aan de PvdA ligt, wordt dit zo snel mogelijk ingevoerd. Want door de komst van WNL worden kijkers namelijk op het verkeerde been gezet. Plotseling komen mensen aan het woord als Geert Wilders. En dat doet pijn bij de PvdA. De partij die decennia lang het alleenrecht had in Hilversum. Boris, de PvdA is weer eens de weg kwijt. Ja, dat, nou ja, goed, als het allemaal waar is wat is verschenen op, in de Volkskrant, dan is het een beetje een raar voorstel natuurlijk. De man die weet wat kwaliteitsjournalistiek is, de man die weet wat hoort op de publieke omroep. Het plan van de PvdA, dat moet je aanspreken? Nee, spreek mij niet aan. Waarom niet? Nou, de overheid moet zich er überhaupt niet mee bemoeien met wat journalistiek is en wat niet. Martijn, wat een uitgeleider ben jij begaan. Vind je dat? Wat vreselijk. Kan je nog mensen onder ogen komen na dit stukje? Ja, zeker. En weet je wel, kijk, ik snap ook wel dat ik met het gebruiken van de term keurmerk dat ik een hele discussie over me afroep. Oh, erg, hè? Nee, ik vind het niet erg. En dan gaat het partijbureau van de Partij van de Arbeid bepalen wat een objectief programma is. Nou, dat lijkt me niet zo verstandig. Ik vind dat we een publieke omroep moeten hebben waar je best verscheidenheid terug mag zien in het type programma's dat gemaakt wordt. Maar hou het alsjeblieft wel bij journalistiek. Ga ons niet allemaal de hele dag allemaal meningen voorscholen. Dat vind ik de ouderwetse publieke omroep, die van de tijd van de verzuiling. Ik vind het van een onvoorstelbare terug, als een dinosaurus terug naar het verleden. Van wij met onze linkse mensen, onze linkse presentatoren en onze linkse Hilversum, dat is van ons. Wij hebben de waarheid in pacht en de rest komt niet in aanmerking. Het nu volgende programma voldoet niet aan het keurmerk kwaliteitsjournalistiek. We praten met Frans Timmermans. Frans Timmermans. Frans Timmermans. Frans Timmermans. Frans Timmermans. Het nu volgende programma voldoet niet aan het keurmerk kwaliteitsjournalistiek. Stand van het land, heden en toekomst met Felix Rottenberg. 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 En Felix Rottenberg. Kijk, als iemand bagger maakt, dat blijkt vanzelf. Vanzelf kijken de mensen niet meer naar, houdt vanzelf op. Daar moet je niet zo bang voor zijn. Zouden wij zo'n keurmerkje van jou krijgen? Ik wist, hè, dat je die vraag ging stellen. Want dat roep je natuurlijk, tuurlijk roep ik dat over mezelf af. Als nou, krijgen we hem? Krijgen we hem? Van mij mag je elk keurmerk krijgen wat je maar wil. Jullie zijn net zo kritisch richting de VVD en de PVV als jullie zijn naar D66 en de Partij van de Arbeid. En zo hoort dat. 40 jaar lang is het links geweest. Vanaf de Rode Haan deden we nooit moeilijk over. Het stikt van de linkse presentatoren en journalisten. Jullie zijn net zo kritisch richting de VVD en de PVV als jullie zijn naar D66 en de Partij van de Arbeid. En zo hoort dat.